Het lijkt wel wat op een scène uit een James Bond film. Schermen met camerabeelden worden nauwlettend in de gaten gehouden en alle verdachte bewegingen worden geregistreerd. We krijgen een kijkje achter de schermen van het EK wielrennen in het veiligheidscentrum. Nou ja, kijk, hier hebben we de vergaderingen van het veiligheidsoverleg, wat hier net gebeurd is. Er worden er elke keer beslissingen voor gelegd, maar we houden ook heel goed in de gaten via de camera's die we in de stad hebben, wat er in de stad gebeurt en waar we dus dan in moeten grijpen. Nou, dat gebeurt. Ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het gewoon nog veiliger is dan anders. Een verdieping lager zit het perscentrum. Journalisten uit heel Europa zitten hier om verslag te doen van het wielerspektakel. Ze zijn tevreden over de organisatie in Alkmaar. I was expecting it because we know that Nederland is a lovely country for cycling and all the stuff. So a lot of cyclists over there and I'm sure that we will have a lot of people this weekend. Ik ben er nooit eerder geweest. Ik vind het een bijzonder charmante stad. Ja. Dat horen we graag, hè? Ja, het is ook gemeend. Ja, goed zo. Mooi. Nederlands overwinning. Kijk of ze, hoe meer er... En als je dan eenmaal als winnaar over de streep komt, dan wacht de dopingcontrole. Hier moeten de wielrenners een plasje plegen en dat gaat er officieel aan toe. Het is allemaal heel steriel. We hebben de pakketjes zijn gesield. De bekertjes waarin moet worden geplast, die zijn ook helemaal verpakt. De renner mag die alleen zelf uitpakken. Hebben de renners wel eens moeite om te plassen? Ja, er zijn hier al een paar renners die hier 4 tot 5 uur gezeten hebben. Ja, ja. Geniet u ervan? Ja. Maar het is ook wel heel spannend. Ik zal ook blij zijn als het straks achter de rug is en dat allemaal veilig achter de rug is. Dan stapt Piet zelf weer op de fiets? Die stapt sowieso op de fiets.